Ja. Zeker en vast. Ik zie jullie verstrepen. Nee, omdat het makkelijk is. Je moet altijd een containerbegrip hebben in media en pers. Dus men praat over jongeren. Dus ik verzet mij tegen het feit dat alle jongeren een probleem zijn. Maar als je dan zegt van wie het probleem is bij die jongeren, dan zat je jarenlang op het politiek correcte terrein waar je het niet mocht noemen wie dat expliciet de probleemjongeren waren. En dan krijg je dus een veralgemening waar we nu in zitten. Hè. Dus dikwijls in de berichtgeving zie je inderdaad van de jongeren ontsporen. Dan vraag ik mij altijd af, wie zijn die jongeren? Want niemand zegt expliciet waarover het dan gaat, omdat men niet durft. Mm-hmm. Ik denk dat we nu in deze fase, nu met wat er in, onder andere in Brussel gebeurt, maar dan krijg je weer die veralgemening. Ik denk dat we ook aan de linkerzijde, heb ik gemerkt, dat we tegenwoordig wel daar een definitie op kunnen kleven, dat we durven noemen waar de problemen ja, zitten. Ja, dat is een beetje de evolutie toch met name in Antwerpen, zeker als je vergelijkt met Brussel. De dingen mogen en de mensen mogen bij naam genoemd worden. Natuurlijk mogen de dingen bij naam genoemd worden, want dan kan je er ook iets aan doen. En dat is gewoon heel belangrijk, want anders blijf je zo op het vage van de nevisies met jongeren. Het feit zelfs dat men in armoede leeft, is geen argument om criminaliteit... Dat is geen excuus, nee, ben ik met u akkoord? Maar ook geen oorzaak van criminaliteit. Nee, daar ben ik niet meer. Wel, stel, en dan stelt men zich de vraag van hoe komt dat nu? Schoolverzuim is hier aangehaald als een van die stappen naar de delinquentie. Ik heb hier een rapport voor mij liggen waarin dat zeer specifiek staat. En dat is ook de etnische afkomst, dat is de uitkeringsafhankelijkheid en dat zijn de ouders. En van wie komt dat rapport? Want dat stoot mij toch altijd tegen de borst, omdat het beleid hier al jarenlang bezig is. We hebben probleemjongeren en we zien dat in bepaalde wijken. Nu is het in Brussel, kan evengoed wel eens verschuiven, dat heb je niet onder controle. Je ziet die evolutie. En dat is een rapport in Rotterdam. Opgesteld door onder andere Marion van Sam, die over een lange periode, dus ongeveer alles heeft geanalyseerd sinds 2002. En als je dan dat rapport leest, dan zeg je van kijk, hier staat alles in, elke discussie die we proberen te vermijden, waarbij we ons afvragen hoe komt dat nu enzovoort enzovoort. En dan zie je ook, als je etnisch registreert, en ik weet dat is meestal het meest gevoelige punt als je daarover begint, dan zie je daar 18 tot 24 jaar 55% meer mogelijkheid om delinquent te zijn, te worden, geregistreerd te worden, hervallen en zo meer. Dus dat staat hier zwart op wit. En dan denk ik van, leest iemand dit van de beleidsvoerders in dit land? Die problematiek... Dat is een beetje doorbroken. Die problematiek... Men heeft documenten en dan vraag ik me af, toets, stel uw beleid daarop af. Dat mis ik toch wel. Die problematiek waar meneer Verstrepen naar verwijst, is niet een probleem. Problematiek van de Lagan. Dat is een problematiek van grootsteden over heel de wereld. Maar veiligheid, dat is een verhaal van iedere mens. En dat is zelfs een verhaal hè, dat nog veel meer is van mensen met minder kansen. Hè. Want daar moet de staat voor de veiligheid zorgen. En iemand anders kan zijn veiligheid kopen. Het is een kwestie van verantwoordelijkheden. En als je alle kansen hebt gekregen, dan verwacht ik toch dat je in de maatschappij leeft op een manier waarbij wij zeggen harmonieus samenleven. Als je ziet dat dat niet gebeurt. Er was een quote in het Vlaams parlement van je denkt toch niet dat iemand met een Kalashnikov op zoek gaat naar een of ander plan om zich te verbeteren. Nee, die staat daar met een bepaalde criminele daad. Eigenlijk... En het ging over jongeren en crimineel gedrag. En dan stel je de vraag van, als ik even het bruutje mag maken, dan zegt men ja, hard optreden, zero tolerance, het leger inzetten, dan denk ik van, dat is ook geen oplossing, want je vervalt, je kan niet weggezet worden. We hebben nu die jongeren nu gehad die men na enkele uren terug op straat zet. En telkens weer, en dat ben ik ondertussen zo een beetje beug gehoord, telkens weer, en daar rond ik dan af, telkens weer hoor ik dan zeggen, ze hebben te weinig kansen. Ze hebben alle kansen die ze moeten hebben. Het ouderlijk weefsel wat er moet zijn, die structuur, dus de verantwoordelijkheid van de ouders in de opvoeding, daar loopt het in twee generaties, als ik heel voorzichtig dat mag uitdrukken, nogal wat fout. Om daar, want dan praat je over normbesef en bepaalde dingen, dat heeft te maken met opvoeding, dat is één. Twee, ik herinner mij nog in 1999, dus dat is ondertussen al 11 jaar geleden, toen ik een reportage draaide in Mechelen over de problematiek van de jongeren daar, die eigenlijk de Marokkaanse jongeren in Mechelen, weet ik nog heel goed. En wat bleek daaruit? Dat uit de gemeenschap zelf, en ik heb dat toen ook uitgezonden, en daar heb ik heel veel kritiek op gekregen, dat de allochtone ouders zeggen van geef ons onze jongeren in een eigen gesloten instelling en wij zullen ze wel hard aanpakken hoe het moet, want jullie zijn veel te soft. Nee, maar er zijn echt wel een aantal projecten die vanuit jeugdhulpverlening, vanuit de stad ondersteund worden. Noem... Daar ben ik niet tegen. Ik zeg alleen de straffeloosheid die heeft, omdat justitie en ik kijk inderdaad nu even naar die, omdat justitie daarin niet volgt, omdat die jongeren die iets hebben een feit hebben gepleegd, dat staat nu ook weer dit weekend in de kranten, dan zie je die komen
onmiddellijk terug buiten. Dus jij mag wel een zero-tolerantie doen, maar wat ga je daarmee doen als je ze niet kan opsluiten of je kan ze niet straffen op een of andere manier? Die hele keten die is natuurlijk belangrijk. En ik denk, want er wordt verwezen naar etniciteit, is wat daaronder ligt opnieuw. En je ziet dat sinds de jaren 90, laat mij nu even uitspreken, dat sinds de jaren 90 in de grootstad als Brussel, en zeker in de wijken die nu als probleemwijken worden aangestoken, de armoede stijgt, de werkloosheid stijgt. En als je dat gaat zetten tegenover de kleine criminaliteitscijfers, dat je dat bijna een parallel in ziet. Ik praat dat niet goed. Ik zeg opnieuw, het is een verklaring, geen excuus. En inderdaad, iedereen maakt zijn individuele keuze.